Welkom terug bij WRC5. We gaan verder met Career Mode. En we gaan naar de volgende rally en dat is in Polen. Ik heb gemerkt dat de audio in de vorige video behoorlijk hard was van de game, zeg maar. Waardoor ik soms moeilijk te verstaan was buiten mijn monotone gebral om. Dus daarom heb ik het even wat zachter gezet. Ik moet zeggen, geluid in dit spel is niet zo slecht. It's not bad. Oké. Let's start. Polen, 6 kilometer. Dus we beginnen meteen met een lekker lange special stage. That's okay. Come up. Gaat hij beginnen? Misschien. Oké, het regent. 10% tarmac, 90% gravel, 6 kilometer. Let's go. In de Citroën. 60, right by. Dit is het stuk tarmac. Ik vind dit spel tot nu toe best wel leuk eigenlijk. Laten we niet al te snel hier gaan. Wat dan gebeurt dit? Schade. Tot nu toe hebben we... Oh, dit is leuk. I do enjoy this, not... Wat ik leuk vind aan rally gewoon, is dat je moet zoveel dingen doen. Het is zo... Vergeleken met dit, is Formule 1 bijvoorbeeld best wel saai. Of vooral met een Gran Turismo natuurlijk. Veel een of andere Daihatsu rijden ofzo. Het is echt zo. Dat vind ik nooit leuk aan spellen zoals Gran Turismo, weet je. Begint met een Daihatsu ofzo. Oeh, die boom. Die boom kwam heel erg dichtbij. Dat huis komt ook dichtbij. Dit gaat niet ik heb niet elke etappe gewonnen, moet zeggen. Ik denk dat ik zo goed ben. Oh man. Wauw. Ik ben niet zo onder de indruk van de remmen. Tot nu toe. Ik maak er wel zo'n piep om te blijven. Ze doen niks! Flat left, into flat right. Onto right 4 plus. Alright. 4 crest. Small crest. Right three, short, into left. Oh man, dit is snel. Dit is snel. En dan een 1. 30, right 5. Onto right 2 plus. Decent. Into crest, left 4. Het spel is gewoon leuk. Oh my god, dit gaat veel te snel. Oh my god, deze stage. Wauw. Super snel. Ik heb hem gewonnen. 16e, wauw. 6 kilometer in 3 minuten. Dat 120 km per uur. Klopt dat? Ik weet niet. Vast wel. Ik hoop het. Wauw. Dat was leuk. Dat einde. Het ging zo snel. Ik heb natuurlijk niet... Ik had niet echt de mogelijkheid om te kijken hoe snel ik daadwerkelijk ging. Het is ook maar beter dat ik dat gewoon niet weet. Jesus.
Oké, stage 2. En dan is dag 1 voorbij. Dus dan kunnen we de auto weer repareren. Het regent weer. Oh, is het gewoon weer dezelfde? Oké, dit hadden we in Portugal ook. Beetje raar, maar. Oh wel. Het is 6 kilometer, maar. Het gaat best wel snel voorbij. En ik vond hem best wel leuk, dus ik vind het niet erg om hem opnieuw te doen. Er waren ook zeker nogal dingen die ik beter kon doen. Zoals niet over dit gras rijden bijvoorbeeld. Dat ging redelijk. Alright. Een 2, een 2. Alright, niks aan de hand. Oeh, man. Dat is een hek. Ja, de vorige keer was het begin ook een beetje scrappy. Crappy, hoe je dat wil zeggen. Hier botst ik toen bijna tegen dat huis. Dat gebeurt nu niet. Ik had wel totaal die bocht gegeven. Dat bordje moet daar gewoon niet staan. Nu begint het snelle gedeelte. Oppassen voor die langzame bochten. Gewoon. Als je eenmaal snel gaat, dan zijn die bochten nog langzamer dan normaal. Laat ik daarop halen. There we go. Hier komen we in dat snelle gedeelte. Danger! Oh, ja, dit klopt me. We gaan naar rechts. Ik dacht de vorige keer ook al dat hij naar links ging. Maar hij gaat echt naar rechts. Dit is dat laatste stuk. Jezus. Oh, daar is de bocht. Ik maak gewoon dezelfde fout als de vorige keer. Dat is best wel zorgwekkend. Benieuwd of ik sneller ben. Ik denk het eigenlijk niet. Dit is zo'n leuk stuk. Ik zag 183 km per uur. Ik weet niet of dat mijn topsnelheid was. Even kijken, 3-6. Volgens mij is dat dezelfde tijd als de vorige keer. Misschien iets sneller, want het is een 3-6-0-53. Maar het scheelt niet veel. Fabi zit op een seconde. Dus die zit zeker nog in de buurt. Oké. Dat is een lange. Laten we eerst even de auto repareren. Niet zo heel veel schade, denk ik. Nee, het is fijn. 44 minuten. Boom. Zo goed als nieuw. Yes. Dit is nog langer. Oh, dit gaat over Polen. Ik dacht al, ik lees dat daaronder. Maar ik wist niet helemaal waar het over ging. Oh, maar dat ging over de rally van Polen. Oké. De acceleratie van deze auto is niet geweldig, maar het is ook een junior WRC.
Dus het mag niet te snel gaan. 80, flat right, closed, right to minus. Even een paniekaanval. En dan nog eens bijna de bocht. Oh man. Het is anders dan de vorige. Dan mooi weer. Dat scheelt. Ik zie alleen maar gras. Ik zag alleen maar gras. Wow, dat was lastig, dat stuk. Dan is het. Dat soort moment is toch wat makkelijker om een third-person camera te hebben. Maar ik vind dat gewoon niet echt leuk, zeg maar. Om daarmee te racen. Ik ben geen third-person fan. In GTA kan het wel. Maar dan ben ik ook meer first-person kinda guy. Dit is zo tricky. Dit is echt niet normaal. Huis, huis. Oké. Deze is zeker een stuk moeilijker dan voor. Oh, dit gaat naar 180. En break turn. Nice. Go, 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 go. Dit ziet er best wel nice uit. Dit is minder nice. Zeker niet nice. Ik denk niet dat dit de eerste tijd gaat worden. It's okay. Well, dit gedeelte gaat wel goed. Goeie, pas op voor de oh man. Dat hek zag ik niet. Die laat ze koeien gewoon buiten staan bij de bij een rally. Oeh, dat was netjes aan de binnenkant. Behoorlijk een bocht hier. Nice, nice. Go, 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 go. Laatste sector. Even die mooie bloemen. Dat ziet er best wel nice uit. Oh. Ik had geen informatie over deze box. Ik krijg geen informatie over bochten. It's not nice. Dat was raar. Maar ik ben er. Is dat de eerste tijd? Ja. 1 seconde. Oké. Ik had nou niet het idee dat ik geweldig bezig was, maar ja, het zal wel. Ik weet eigenlijk niet of je de difficulty kan veranderen. Ik ga zo meteen even kijken.
Kan je het hier veranderen? Nee, je kan het niet veranderen. Acceleration sensitivity. Het zal wel. Nee, je kan niks veranderen hier. Er stond daar 2,87 kilometer of zo. Oké. Dit is een korte. Waarom is mijn co-piloot erin gestopt? Hey, kom eens terug. Dit is niet goed. Options. Sound. Display. Pace note. Oké. Dit is weird, want ik weet nu niet wat het is. Damn you. God. Doe het wel weer zelf hoor. Geef mij die kaart maar. Ik rij en ik kijk op de kaart tegelijk. Jump. Nou, uiteindelijk gaat het nog best wel decent tot nu toe. We zijn er al bijna. Einde van deze stage. Laatste sector. Kapot. Jump. Right, 1,41. Is dat goed? Ja, blijkbaar wel. I'll take it. 4 seconden voorsprong nu. Het is wel vrij irritant dat mijn co-driver ermee gestopt is. What are you doing? Holy damn, 9,62 kilometer. Oh, wauw. Suspension kan niet gerepareerd worden. That's gonna be pretty tough. Kan dat andere wel grepen? En met dat andere bedoel ik natuurlijk de co-pilot. Het is wel handig als hij een beetje helpt. I would appreciate that. Vooral in deze enorm lange stage. Come up. Come up. Oké. Het regent weer. Dat ook nog. Go, go, go. Yay. Hij zit terug. Met even een koffiepauze ofzo. Ja, die vorige stage was zo kort. En die kant. We zijn weer terug. Dit gaat te hard, dit gaat te hard. Op zijn boom. Einstein? Hij is Oostenrijk, dus misschien bedoelde hij wel Einstein. Steen op de weg. Left 5, in turn right 2, in turn right 3, in turn left 2 minus, short, in turn right 3 minus, cut, closed,
Oh nee! Dat deed pijn. Heeft het gedaan, hè? Oh, dat was een beetje raar. Wat een lag was daar. Left 2. Pijn, pijn, auw, auw, auw. 100, left 4. Short, onto right 4. Very long. Onto left 2. Maar ik hou van de people in de remmen. Onto right 3, plus. Long, inside, crest. Onto left 5, short. Into right 3, plus. Open, over bridge. Wat is dit? Oh, bridge. Oh, oh, een bridge. Oh, pijnlijk. Wat is dit? Ik zal dat nooit meer vergeten, wat dat betekent. Man. Er blijft niks heel van mij af in deze... deze stage. Ah, dit. In turn crest, left 4, on to right 3, in turn left 2, on to right 2 minus, in turn crest, right 3 minus, hold. Gaat het net goed? Ik vind het grappig, als je iets raakt, dan komt meteen dat damage screen komt naar voren. Right 3, hold. Ik neem even dit mee. Oké, dan komen er 2's aan. Oh, wat? Into right 4, into left 3, onto right to minus 40, left 3 plus, long closed, left 2 minus, hold, onto right 2 plus, there we go, right 2 short, into left 2 plus, opens 4, crest 100, onto right 5, inside, crest closed, right 2, onto left 2 plus, long, Laten we dat even doen. Ik dacht dat die right 5 nog moest komen. Maar die, dit is de right 5. En die gaat hier open in de right 2. En dat gaat best wel snel. Sneller dan ik had gedacht. Maar daar hebben we de flashback voor. Niks aan de hand. Ik weet niet eens of je dat kan instellen, hoeveel flashbacks je hebt. Danger! Oh, mag wat sneller. Ik moet zeggen, de handbrake werkt een stuk beter op gravel. In Portugal merkte ik dat al. En nu wel weer. En lastige bochtjes. Sorry. Wie zet die borden daar neer? Vergeven dat hij right 1 naar die jump kwam. That would have been bad. Four, right five, into left two. Four, flat right, onto danger, junction, turn left. Four, left four, links. Onto right two. Go, 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 go. Onto flat left, into flat right, onto left three plus. 40, right five, onto left three minus. Long. Closed, left two, into right five, closed.
Ah, binnenkant, binnenkant, binnenkant. Danger. Oeh, dit was een lange stage. Ah, weer gewonnen. Tot nu toe in Polen win ik wel elke stage. Volgens mij in Portugal ook alles behalve 1 of 2. Monaco heb ik in ieder geval 2 niet gewonnen. Misschien wel 3. Nou, voor de extra puntjes vandaag natuurlijk, de Power Stage. Ik denk dat dit een korte is, aangezien we... Nou, oké, 6 kilometer. Is niet extreem lang. Maar wel aan de langere kant. Uiteindelijk is dit wel een lange rally geweest. We hadden wel een hele korte stage, maar voor de rest... Al een redelijk lange... Oh, dude. Alright. Oh, dit is dat snelle gedeelte weer. I don't like it. I don't like that too. Ik wil dit even op. Oh, je begint natuurlijk midden in het snelle gedeelte. Sta je stil. Die pacenauts komen een beetje te laat. Goed idee. Misschien komt dat omdat het zo snel gaat. Dit gedeelte. Ik vind het eigenlijk beter dat je met een flashback gewoon bij de laatste sector begint. Alleen dat je stilstaan begint is een beetje jammer. Maar dat is op zich wel de goede manier, denk ik. Want dan word je toch enigszins gestraft omdat je een flashback gebruikt. Dat je moet vanuit stilstand weer beginnen. Dat kost wel in ieder geval een seconde, misschien wel 2. Paarden. Oh nee, het zijn geen paarden, het zijn koeien. Dus dat vind ik wel een goede manier eigenlijk. I like it. Stop voor die. 3. Zit vast. Damn you. Oh, hij is weer gestopt met de pace note. Hij is de weg kwijt. Doe het zelf alweer hoor. Eén sector. Ik heb geen flashbacks meer, ik heb geen pace notes. This is gonna go well. Dat was een... een gul. Waarin ik in had kunnen vallen. Waarin ik in had kunnen vallen. Waarin ik had kunnen vallen. It's fine. Easy peasy. Wat voor die laatste pol. Hebben we deze ook gewonnen? Misschien, misschien niet. Ja. Oh, bij 1,6 seconden. Oké. Okay. Nou, best wel easy. De volgende is in Finland. Finland is altijd lastig. Heel veel bomen. Heel veel bomen. Heel veel gyms volgens mij ook. Maar we staan er
heel goed voor in het klassement. 30 punten voorsprong in het klassement. Dus stel, we pakken geen punten. Wat al heel moeilijk is, want volgens mij krijgt alleen de nummer laatst geen punten. Maar stel, we pakken geen punten, dan kan Verbi en Gilbert kunnen me sowieso niet inhalen in de volgende race. Dus dat is een goede uitgangspositie. Voor nu, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dan gaan we dus naar Finland.